Hallo kijkers van Shine Sprites, ook bij een gloednieuwe serie. Het is tijd voor Super Mario Land 2, de 6 Golden Coins. Laten we beginnen, Jordi. Ik ben samen met Jordi van The Subpartners, yep. Overigens. Je begint met een soort income level, zeg maar, om een beetje te leren hoe de mechanics van de game werken. Het is eigenlijk gewoon Mario, alleen... Yay, al dood. Oh, dat doe je goed. Ja, kan je merken dat ik gewoon erg roestig ben wanneer het gaat om Mario. Ja, want het is wel knap dat je ja, ik liep per ongeluk tegen de Goomba aan. Nou, dat is inderdaad niet handig. Jordi heeft deze game nog nooit gespeeld. Ik wel heel vroeger toen ik een kleine jongen was. Toen ik een Game Boy Pocket had. Dus allemaal zwart-wit was dat. Dat was wel overigens wel een leuke tijd. Daar heb ik ook Wario Land gespeeld. Dus die zou ik heel graag nog een keer willen doen. Alleen in Wario Land, daar weet ik echt niks meer van. Van deze game nog wel. Ook omdat dit niet zo lang een game is. Overigens, voor een Mario game vind ik hem zelfs erg kort. Als Nintendo hier nu mee aan zou komen, dan zou iedereen denken van wat is dit voor een korte game? Ja. Oh, bijna geraakt door een Piranha Plant. Degene uit zo'n buis? Ja. Ja, daar knalde ik al tegenaan. Dus het gaat heel goed. Ik moet denk ik even weer terug naar 3D World. Die kan ik wel. Oh ja, als je een belletje ziet hangen, dat is een checkpoint. Oh. En hartjes, dat zijn gewoon level up, zeg maar. Wat normaal, zeg maar, in de nieuwere games. Maar dat is geen Mario. Ja, in deze Mario blijkbaar wel. Dat is geen Mario. Wat voor rare shovelware heb je mij nou weer gegeven, ja. Milan? Oké, even daar rekening mee houden. Invincibility frames hebben een impact op je jump. Goed om te weten. Je hebt aan het eind van een level, als je bovenaan het belletje haalt voordat je de goal ingaat, dan krijg je nog een soort item grab spel achteraf. Item grab spel. Ja, gewoon een soort bonus waar je of een power-up mee kan verdienen of extra levend. Dus dat is een soort van extra ding wat je zou kunnen doen, is het belletje halen aan het eind van een level. Ik ben benieuwd welke kant jij als eerste opgaat. Ik ga naar het pad der zeven zonden. Oh, dat. Ja, dat kan ook nog. Ik ga naar de Mario zone. Ah, oké, ik ben naar de andere kant op gegaan. Oh. Maar Milan, we hadden toch afgesproken dat we altijd bij elkaar zouden blijven? Never! Oh, een bij. En een kikker. Die willen graag bij zijn. Ja. En dat is prima. FIFA Hollandia. Ja. Oké, daar moet ik ook even naar kijken. Dit is aardig fucked up dat je denkt, oh, het is de achtergrond. Maar nee, het is niet de achtergrond. Wat? Ja, een van de dingen in de Mario-zone heb je spikes. Alleen die spikes lijken zo erg op, oh, het is de achtergrond, maar het is niet de achtergrond. Oh, dat is wel fucked up, ja. Dus dat is inderdaad even wennen. Zo. Dit voelt wel fucking floaty aan, zeg. Ja, hè? Ik heb het ook. Met floaty bedoel je dat je de gravity niet helemaal is zoals het moet, toch? Nee. Je blijft een beetje hangen. Ja. Dat is op zich niet heel erg, maar... Als je er helemaal gewend aan bent straks. Alleen ik moet zeggen dat mijn... Ik heb mijn Pro Controller, de A-knop zeg maar, is een beetje slapjes. En dat werkt met games waar je in moet jumpen niet altijd erg ideaal. Nee, klopt. Het voelt ook inderdaad een beetje
gek aan, ja. Nou, 3 levens erbij, ook mooi. Ja, dat is altijd lekker. Oeh, fuck. Extra levens, hè? Ja. Dan weet je in ieder geval niet dat je straks allemaal dingen opnieuw moet doen. Opnieuw. 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 Zo. Nou, iets te snel. Dat is een beetje het probleem met deze floatiness. Je denkt van, oh, ik float. Nee, je float niet. Het voelt aan als floten. Maar het is geen floten. Het is een schijnfloot. Het is een botervloot. Ja. Want zo voelt het. Het voelt aan als een botervloot. Alsof je op boter aan het lopen bent. En nog niet zo'n beetje ook. Oeh. Ja, hoe werkt dit ook weer? Oké. Dit voelt zo ongelooflijk ongelooflijk knullig aan. Het is toch echt een Mario game, hè? Ja, maar dat is Mario typing ook, jouw point. Mario typing. Ja, er is een Mario game, dit Mario heet Mario Learns Typing. Ja, dat geloof ik meteen. Net als Red Cat, die had ook allemaal van dat soort games. Ja, maar Red Cat was nog leuk. Mario typing niet? Heb je hem ooit gespeeld? Nou ja, je krijgt nachtmerries van Mario's gezicht, want het was de eerste keer dat Mario 3D was in die game. En dat was niet best? Nee. Laat ik het zo zeggen, met sommige games kan je de polygonen nog tellen. Mario in die game was één grote polygoon. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. Mooi hoor. Ik kan mooi zingen. Het is letterlijk van die typing ding. Oh. Wow. Ik maak even nou een diep cut, maar hier voelt tenminste wel dat ik progressie aan het maken ben in tegenstelling tot Metabots. Ja, het is nou al een vooruitgang op Metabots. En toch even, daar is niet heel veel voor nodig. Nee. Daar voelt het er soms ook gewoon echt al aan van, wacht even jongens, wat zijn we aan het doen? Ja. Als iets repetitive is, is dat het wel. Oh. Oeh, ik ben bijna heel hard genaaid door een... Nee! Ik leef nog door een enemy. Dat is niet zo mooi. Nee. Ah, nu ben ik dood. Mijn eerste death. Oh, ik heb ondertussen al 6, dus dat maakt niet uit. Ik weet ook nog wel van vroeger dat dit een van mijn minst favoriete landjes was. Ik weet niet meer of dit mijn minst favoriete landje was. Want als je nu gaat zeggen van een van mijn minst favoriete games, ga ik echt afvragen van oké, Milan, waarom doen we dit? Ja, nee, een van mijn minst favoriete landjes. The tree landje. Ik weet niet meer hoe zit. Oh, zone. The tree zone. In the zone, the tree zone. Want anders gooi ik keur in weer aan. Nou, dat vond ik ook wel niet echt heel erg... Nee, precies. Dus dan heb jij iets slechts en heb ik iets slechts. Ja. Ja, nee, dat wordt hier zwaar hard genaaid door de game. Nee, dat is ook echt een spel waarvan je denkt van... Oké, wacht even, wie heeft dit ooit goedgekeurd? Nou, het is op zich heel erg geinig, maar ja, het is maar een game... Maar dan maakt het toch extra erg dat er een nieuw deel komt voor de Switch?
Nou, het is geen nieuw deal, maar ja, ze hebben gewoon het ding geport naar de Switch, ja. Ja, maar ze gingen toch ook een nieuwe versie maken? Ja, weet ik niet. Ik dacht dat het in de Direct was. Geen idee. En wat ik van hem mee heb gekregen is dat de keur in erop kwam. Ik heb niks gehoord van een nieuwe deal. Ik dacht dat er een nieuwe versie geannounced werd juist. Dat zag er beter uit dan wat ik net heb gezien. Nou, geen idee. Maar ja, wat je net hebt gezien is toch al gewoon pure perfectie. Nee. Het is gewoon een geüpgrade Game Boy Color game. Wat een kut level is dit. Begin je nu al? Ja. Ik wist nog wel dat dit een van de minst favoriete lijntjes was. Ook omdat de floatiness niet meewerkt in dit lijntje. Nee, maar werkt de floatiness überhaupt mee? Antwoord op die vraag is een nee. Je hebt een lijntje, dat is het maanlijntje, daar is het wel in. Ja, oké, okay, maar dan ga je erover uit dat je geen zwaartekracht hebt. Hij heeft weer een beetje de Luigi vibes. Als je rent, zeg maar, dan heeft hij een beetje dat hij moet uitrennen, zeg maar, als hij op zijn bestemming komt. Nou, ik heb mijn eerste bossfight al verloren, maar dat komt tot het simpele feit van ik had geen idee wat ik moest doen. Oh, je bent al bij een bossfight, dan ben je verder dan ik. Nou, voor mij was het een bossfight. Het was tegen de drie kleine biggetjes. Ja, dat is een bossfight. Maar ja, ik ben geen grote wolf, dus... Ik ben niet de grote boze wolf, dus dan wordt het een beetje moeilijk. Nee, hoezo kwam ik een gek er nou weer over? Nou, dan fuck die bel. Weer dood. Dit is... Ben ik Mario aan het spelen of ben ik in Donkey Kong aan het spelen? Want het voelt gewoon aan als... Als de bever van Donkey Kong. Alleen, die kan ik wel raken. Daar heb ik te weinig Donkey Kong voor gespeeld. Nee, hij is op de NSO. Dat is waar. Overigens zit ik te denken, is het wel... Volgens mij is het helemaal niet nodig dat ik dit level open doe. Volgens mij kan ik gewoon meteen door... Nee, ik vind dat je moet doen. Ja, ik had ook een beetje het gevoel van... Ja, ik moet toch elk level doen. Maar... Dus ik ben dat level ook gewoon aan het doen. Maar... Hier zit de voorganger van de Tom, zit hij weer. Ah, de Wom. Een bijen met een steken. Die zou naar beneden vallen. Bref, hoe is dat de voorganger? Omdat hij echt exact hetzelfde beweegt als een Tom. Aha. Weer dood. Oké, ik heb een gamme over. Maar wat krijgen we met een gamme over? Ja, normaal verlies je gewoon al je coins. Maar als je nog geen coins hebt, dan verlies je weinig. Ja, nog met tijd. Maar is het dan niet beter om gewoon te zeggen fuck it, eerst alle levels doen en alle bosses bewaren tot het einde? Kan, alleen het is niet dat die andere levels verdwijnen, zeg maar, op het moment dat je game over gaat. Ja, want dat is ik zo een van, ja, het enige wat je verliest is... De coin. De coin, voor de rest niks. Nee, dat is waar. Weet dat. Het is op zich geinig. Ik ben oude crap gewend, maar zelfs die oude crap is hier niet van toepassing. Want dan ga je dan... ik ga uit van Mario World Logic. En daar kan je gewoon de Koopa Links gewoon blijven
op blijven springen. Oh zo, ja. Dat kan bij deze niet. Bij deze gaat hij al meteen door. Je hebt geen hitstun of wat dan ook. Oh zo, nee, dat klopt. Dus dat is even wennen. Het is meteen... Ja, we skippen meteen even een paar frames en laten we meteen weer normaal doorlopen. Ja, maar dat ben ik niet gewend. Het dat is wel niet afgesproken. Nou ja. Zelfs in Kingdom Hearts heb je gewoon normale hitstun. Dus ik weet niet wat voor rare game jij mij hebt doorgestuurd, Milan. Oh, is dat op Nintendo Switch Online, hè? Ik heb niks verzonnen hier. Ja, maar hij is ooit uitgebracht daarvoor, dus... Overigens, jij wou mij Super Circuit laten spelen, dus jij mag helemaal niks zeggen. Er is niks tegen Super Circuit. Er is alles tegen Super Circuit. Er is niks tegen Super Circuit. IRL, en dat was echt... Good. Nou, dat is één golden coin. We mogen nu wel doorgaan naar het volgende scherm, alstublieft. Dank u wel. Ah, mijn huis, de Pumpkin Zone. Ja, ik woon in een pumpkin, heb je daar problemen mee? Ik dacht in de ananas diep in de zee. Nee, dan word ik later opgevreten. Dan maak je een pizza lawaai van je. Nee, dat niet, maar je weet dat als je soms ananas eet, dat je van die tintelingen krijgt. Dat is SpongeBob. Nee. In een ananas zitten enzymen in en die enzymen proberen eigenlijk het binnenste van je mond op te vreten. Oh, nice. Nou, ik eet gelukkig nooit ananas. Nee, maar daarom krijg je die tinteling. Kijk, die enzymen zijn niet sterk genoeg om het daadwerkelijk te doen, maar ze proberen het wel. Oké. Okay. The more you know from Ananas. Van een S? Ja, van een S, ja. Van een S, oké. Ik wist niet dat jij Donkey Kong aan het spelen was. Hoezo is je dat niet? Dat zijn op zich geinige dingen. Die mensen die games tegen elkaar racen, maar de ene race een compleet andere game dan de andere. Ja. Ja, ik... Ik race Crystal tegen Kingdom Hearts 1. Welke denk je dat eerder klaar is? Ik weet niet hoe lang Kingdom Hearts 1 is, maar ik denk dat hij eerder klaar bent met Crystal. Nee, met Kingdom Hearts 1 ben je eerder klaar. Ja? Ja. Heftig. Want ik heb met Wesley op mijn eigen kanaal heb ik de 3 mainline Kingdom Hearts games gedaan. Ja. Kostte ons 40 parts. Voor alle 3 de games? Alle 3 de games. Dan zijn het wel korte games. Ja, als je alle cutscenes skipt wel, ja. Dan blijft er niet zo heel veel over als je de cutscenes skipt. Mm-hmm. Maar ja, Kingdom Hearts 2 is al bijna 12 uur alleen maar aan cutscenes. Het is een paar maanden wachten en dan krijgen we Kingdom Hearts Missing Link. En dan ben ik heel benieuwd wat ze gaan doen voor de story. Nog meer, hoe heet dat? Kut. Sorry. Nog meer kut? Nee, ze kunnen voor geen meter 4 characters doen, dus ik denk niet nog een kut. Nee, zit Elsa er niet in? Nee, Elsa zit in 3 en zelfs daar zie je Elsa niet heel vaak. Ik wou nog wel een sneeuwpop maken. Oh, dat nummer zit ook in de game, ja. Wauw. Alleen heel slecht geëdit. Want er praat iemand overheen terwijl die I Wanna Build a Snowman aan het zingen is. Oké, wat. Ja, mooiste vind ik nog van dat die wereld. Mm-hmm. Ze hebben heel de Let It Go scène. Ja. Hebben ze in de engine gemaakt. En sorry, wat hebben ze ermee gedaan? De hele cutscene of de hele scène van Let It Go
hebben ze in Kingdom Hearts 3 nagemaakt. In de engine. En het ziet er beter uit dan de Disney film. Alleen ja, dan mag het alsnog niet spelen, hè, want copyright. Yay. Ja. Nou. Oké. Okay. We hebben wel boter onder onze schoenen. Maar momentum behouden we niet. Leg maar die uit. Magie. Ja, we hebben magische poeder onder onze schoenen. Precies. Zoals het hoort. Ja. Nee. Oké, okay, ze kunnen ook een boost niet aanraken wanneer ze aan het verstoppen zijn. Ook goed om te weten. Ik snap niks van deze game. Je behoudt momentum wanneer je springt, maar je behoudt weinig tot geen momentum wanneer je gaat kruipen. Heel raar. Je hebt die ik ben nu in een landje, heb je ook enemies, het lijkt net alsof die in de... Er zijn enemies die lijken op de voorgrond en enemies die op de achtergrond. Grond lijken, terwijl het allemaal gewoon enemies zijn. Ja. Ja. Toen waren we neer. Game over. En dan zie je zo heel mooi je muntje verdwijnen. Nee. Oh, terecht hoor. Volledig terecht. Ja. Ja. Maakte je een klein foutje? Nou. Een grote fout. Ik was bezig met die Pumpkin Zone. Maar dit is mijn Mega Man trauma. Mm-hmm. Ik denk, oké, ik zie bloks verdwijnen. Ik kan dus niet meer blijven staan op die bloks. Nee, ik kan gewoon blijven staan op die bloks. Alleen ja, die bloks zie je alleen niet meer. Maar ja, ik ben gewend uit Mega Man, die dingen verdwijnen, dan moet ik er vanaf springen. Ja, precies. Maar dat is niet nodig. Dus daarom noem ik het ook een trauma. Zet. Ja, ik was ook nog vergeten dat de Battle Network games ook nog uitkomen. Of een paar maanden. De Battle Network games? Ja, Mega Man heeft ook de Battle Network serie. Dat is een RPG die werkt op een grid. Dus een 3x3 grid. En dan moet je de enemies verslaan in die grid. Dus jij hebt je eigen 3x3, de opponent heeft ook een 3x3. En dan moet je op basis van bepaalde wapens of bepaalde dingen dus de enemy gaan verslaan. Werd de Mega Man ook niet behandeld in de Direct? Ja, dat is de Mega Man Battle Network Legacy Collection. Oh ja, daar zaten alle Mega Man's zaten daarin, toch? Alle Battle Network games, ja. Dat is weer een raar voorbeeld van, ja, wij maken twee versies van dezelfde game, met kleine verschillen. Maar ja, de enige game die daarmee weg kan komen, is Pokémon of Digimon. Er zijn toch wel meerdere franchises die dat doen. Wat, twee versies van dezelfde game? Ja. In de Zoom 11 doet dat volgens mij ook. Dan heb ik die games niet gespeeld, maar... Fire Emblem? Ja. Oh ja, die heeft... Volgens mij, nee, niet Echoes. Die heeft, nee, ja. die heeft inderdaad Fates, maar daar zit toch wel wat verschil in tussen de versies. Dat zijn niet exact dezelfde games. Oh, oké. Okay. Dat dacht ik. De engine is wel hetzelfde, maar de verhaallijn gaat compleet de andere kant op. Oh, oké. Okay. Ik dacht dat het dezelfde games waren. Ja, het heeft dezelfde characters, alleen in Birthright
heb je een wat simpelere story in tegenstelling tot Conquest. Ja, ik had mijn zusje de Conquest gegeven. Ja. En Revelation geeft de definitive ending. Dus dat is nog weer dezelfde serie. Het is eigenlijk de definitive edition, maar het maakt het verhaal gewoon een stuk beter. Toch even, Conquest is qua verhaal geen goede game. Oké. Als ik ooit een half uur de tijd krijg, kan ik een hele thesis erover doen. What the fuck? Ja, het is gewoon geen... Ik zou niet zeggen dat het geen goede game is, maar er zitten gewoon een paar dingen in die niet echt... Goed. Het tegenwoordig niet. Kirby. Nee, die game duurt ook maar een half uur. Ja, maar... In de tijd dat jij een thesis kan doen, dan is die game al af. Ja. Daar is de lore van de game meer intensiever dan de game zelf. World is erg moeilijk. Ja. Waarom doe je hem dan? Ja, omdat ik ze toch allemaal moet doen. Dat klinkt een beetje als een jouw probleem. Dat is het ook. Zo. Blijkbaar kreeg de enemy ook invisibility frames. Shit. Het is niet de oude Mario, waarin ook al land je niet, dus je springt niet, maar je landt gewoon ergens van een grote hoogte, dat je een enemy kan killen. Hier is het gewoon van, nee, sorry, we registreren het niet als een jump, dus we killen de enemy onder je voeten niet. Zeer sad. Mm-hmm. Ik denk dat ik ook game over ga zo. Nee, ik ben dus al mijn coins verloren. Dit is precies wat ik bedoel. Van technisch gezien ben je nog niet geland, maar de game registreert als je bent geland, dus een enemy onder jouw voet tellen we alsnog mee als enemy, als een hitbox. Dus ja, jammer dan, maar je gaat gewoon maar dood. Hoe lang hebben we nog? We hebben nog 2 minuten. Oké, dan kan ik misschien... Ik ga nog 1 poging doen en dan stop ik. Dan kan ik misschien net nog 1 boss doen. Ja, de levels zelf zijn niet het probleem. Het is voor mij echt even... voornamelijk de... Hoezo ben ik geraakt? Hè? Omdat de game zegt je bent geraakt. Dus goed luisteren naar de game. Nah, ik word hier genaaid bij bijstaan. Ik ga niet verder. Ik wacht hier. Ik laat jou eventjes je level afmaken. Tenminste, totdat je dood bent gegaan. Dood of game over? Nee, dood. Dood, oké. Okay. Dan heb ik een beetje slecht nieuws voor je, Milan. Ik ben al dood voor jaren, dus... wordt een beetje lang apart, denk ik. Ik heb het niet over je mentale gezondheid. Ja, maar die bestaat ook al niet meer. Ik zou niet zeggen dat dit een moeilijke boss is. Ik vind alleen de... Je hebt gewoon geen hits. Je hebt gewoon geen... Geen goede jump hiervoor. Ja, dat is dom raar, maar ja, ik ben dood. Sad. Bedankt voor het kijken van de eerste aflevering van The Race. Van Super Mario Land 2. 6 golden goal. Coins. Jezus, nou, dat kwam goed uit, hè? Ja. Adios, amigos.